Mijn naam is Vincent Evers, Trendwatcher. Mijn naam is Rutger van Zuidam, e-commerce ondernemer en Bitcoin specialist bij intobitcoin.com. Vorig jaar hebben wij het Nationaal Bitcoin Congres 1.0 georganiseerd bij ABN AMRO. Geweldige tijd. Ja, een fantastische middag waarin de traditionele financiële sector en de nieuwe bitcoin-industrie bij elkaar kwamen. En 24 juni gaan we het tweede versie van het Nationaal Bitcoin Congres organiseren. Ja, en dat zal gebeuren bij ING. Het allermooiste gebouw wat we kennen eigenlijk qua bank. En de mooiste zaal vooral. Die we kennen om een congres in te geven. Ja, alleen klein puntje. Precies. In plaats van 300 man kunnen we deze keer maar 150 man kwijt. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Die zitten wel heel lekker. Die zitten fantastisch. Maar we hebben nog wel, dankzij KPMG hebben we een stream, de videostream. En kun je gewoon gratis meekijken. En kun je alles gewoon perfect volgen. Maar als je erbij wil zijn, dan kom je naar de ING toe. Goed, we hebben nu die hype rondom Bitcoin hebben we wel gehad. Vorig jaar tijdens het congres werd ook al duidelijk dat die blockchain technologie echt revolutionair is. De onderliggende technologie. Precies. En dat zie je inderdaad ook van Bank of England, die zegt van joh, de Bitcoin technologie, ja, dat is eigenlijk de volgende revolutie. En het kan net zo belangrijk zijn als het internet. Dus dat vind ik wel een mooie uitspraak. Ja, dus dit jaar gaan we dan ook de focus helemaal leggen op die onderliggende technologie. Over die blockchain en wat kun je er allemaal mee en wie zijn er allemaal mee actief. En wat kun je nou eigenlijk mee met die blockchain-technologie? In algemene zin kun je registraties en transacties op een mondiale schaal faciliteren. Heel erg secure, programmeerbaar, dynamisch en zonder tussenkomst van derde partijen. Dus het is niet top-down, het zijn decentrale systemen. En dat betekent dat ze ook makkelijker te maken of makkelijker te onderhouden zijn of goedkoper zijn. Ja, en dus net zoals het internet, iedereen kan daar aan mee gaan doen. Ja. Dus de onderliggende technologie, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan nog wel even over die trends praten in die Bitcoin-wereld. Want er is nog wel wat gebeurd sinds vorig jaar. Ja, het staat zeker niet stil. Dus steeds meer bedrijven accepteren Bitcoin. En dat zie je ook in het aantal transacties, wat in een jaar tijd met 60% is gegroeid. Ja. En dat zie je ook in het aantal investeringen dat in Bitcoin-ondernemingen gedaan wordt. Dus afgelopen jaar meer dan 400 miljoen. Een voorbeeld daarvan is Coinbase. Die heeft meer dan 100 miljoen investeringen gekregen van onder andere banken. Dat effect van dat geld gaan we nu eigenlijk gewoon in de komende tijd zien. Want veel meer mensen accepteren het. En het wordt dus gewoon als betaalmiddel wordt het nu ook steeds meer gebruikt. Precies. Nou ja, en we gaan dus die onderliggende technologie helemaal uitdiepen met elkaar. Niet alleen vanuit de nieuwe spelers en de start-ups, maar ook vanuit de financiële sector waar we sprekers hebben. Vanuit degene die verantwoordelijk is voor betaalsystemen bij ING, Mastercard, Lex Hoogduin, die natuurlijk veel ervaring heeft vanuit de Nederlandse bank. Ja, toezichthouders, precies. Buitenlandse banken. Ja. Dus we gaan echt gewoon laten zien wat mensen er gewoon echt mee gaan doen. Maar daarnaast gaan we ook nog de hottest startups, die krijgen we erbij. We zijn bezig met de fintech top 50 en de top 5 daarvan, die gaan ook gewoon pitchen. En ook de beste bitcoin startups, ook in het buitenland, komen er gewoon heen om acte de présence te geven. En we hebben nog wel één klein puntje dat we eigenlijk voor Nederland hebben, want het gaat zo goed met bitcoin in Nederland. We hebben een leuke industrie, maar... Ja, en banken en bitcoinbedrijven willen ook heel graag samenwerken. Maar het lijkt alsof we in een soort van impasse zitten. En we bespreken graag ook deze impasse tijdens het Bitcoin-congres, zodat we daar misschien een duwtje in de rug kunnen geven, de goede richting op. We willen gewoon innoveren. Ja, want als jij een leuke Bitcoin-innovatie hebt, dan kun je gewoon nog eens als bedrijf een bankrekening openen. Dat is toch een klein puntje. Ja, dus waar oud en nieuw goed samen moeten werken, gaan we over praten. Dus, op 24 juni bij ING... hebben we gewoon een fantastisch congres. Wees erbij virtueel of wees erbij bij. Als je het kaartje wil hebben, ga naar bitcoincongres.nl. Er zijn nu eerst nog early bird tickets beschikbaar, dus wees er snel bij. Oké, tot dan.